We staan hier in de Rode Hoed. Er komt vanavond een debat met de talking heads van de corrupte oude media. Daar zie je ze staan. De namen. Rendel Jansma van Elsevier, de grote vriend van Joris Demmink. De totaal corrupte Jacques Cuijf van het Financiële Dagblad. Barbara van Beukering, die het vak tussen de lakens heeft leren ontwikkelen. En hier zie je nog wat namen van oude media mensen die dus eigenlijk... Ja, media produceren waar niemand meer op zit te wachten, alleen zichzelf nog. Die hier dus vanavond eigenlijk hun totale ondergang komen, ja, met elkaar komen bewenen, om het zo te zeggen. We zijn hier vanavond dus getuigen van een pathetische poging van de oude media om nog iets overeind te houden van de sfeer van kwaliteit van vroeger en van wat ze eens geweest waren in een soort bizar feestje wat ze met elkaar gaan vieren. En we gaan hier dus bij zijn vanavond met JDTV om dus te kijken hoe dit gaat verlopen en om onze bijdrage te leveren aan de discussie. Dat wordt dus lachen, gieren, brullen. Met name ook omdat deze corrupte oude media eigenlijk allemaal weigeren om over de zaak Demmink te schrijven. Om dus de criminele pedofiel Demmink, secretaris-generaal van Justitie, om een plicht te doen. Nee, dat doen ze niet. Ze zijn totaal corrupt. Ze janken mee met de macht en de gevestigde orde. En dat gaan wij dus aan de kaak stellen met JDTV. En nou, we gaan kijken wat er gaat gebeuren vanavond. Ben je nog steeds aan de Volkskrant verbonden? Nee hoor, al jaren niet meer. Nou ja, ik schrijf er af en toe een stukje voor, maar... Mijn vraag is eigenlijk of we vanavond eigenlijk getuigen zijn van een zogenaamde som op weg, of van de trein die op weg is naar de ondergang van de oude media, nu we het gaan hebben over staatssteun voor het dagblad. Nee, dat is ondenkbaar. Ik heb, je kan zeggen, nou, naast veel andere dingen, zijn de kranten ook nog een soort public service voor andere media. Want als je goed kijkt naar televisie en radio, dan zie je dat bijna alle nieuws- en actualiteitenprogramma's gemaakt worden op basis van wat ze in de kranten lezen. En, dus kranten als een soort halffabrikaat, nee, een soort toelevering. Als er geen kranten zijn, dan weten ze bij De Wereld Draait Door of bij Vrouw en Witteman of bij Buitenhof, weten ze niet waar ze het over moeten hebben. Maar zijn er ook andere nieuwsbronnen dan kranten? Maar niet met achtergronden en dingen echt uitgezocht en in perspectief gezet. Dat wil zeggen, wat met name de kwaliteitskranten leveren aan informatie, zeer representatief, duur. Maar nee, daar is geen vervanging voor te vinden als je je werkelijk moet informeren op grond van televisie en radio en internet. Ja, internet. Internet bestaat voor wat het substantiële informatie betreft. Op internet komt die uit de kranten. Voor een deel, voor een ander deel ook niet. Maar kranten met overheidssteun, dat kan wat u betreft. Dat is niet raar, dat is niet gek. Dat is allemaal voor Nederland. Ik zeg, het is een soort public service. Dus je zou kunnen denken dat je zou erover kunnen denken. Veel problemen. De tragedie in Nederland is dus dat, de belangrijkste twee kranten in dit opzicht, NRC en de Volkskrant, allebei op zichzelf heel goed draaien, maar door wanbeleid en wanbeheer van de PCM-top in moeilijkheden zijn geraakt. Hè? Ja. Het idioot is dat Volkskrant en NRC allebei 10-15% rendement halen in slechte tijden. Nou, als ik een kruidenierswinkel heb en ik haal 10-15% rendement op mijn omzet, dan ben ik ontzettend tevreden met het van het jaar. Oké, het laatste punt, de term, de profdaïsering van de Nederlandse media. Kun je daar iets mee als de overheid de media gaat betalen? Is dat Moskou onder Brezhnev? Ik las net nog in de NRC terecht dat als er één onafhankelijk medium is op dit moment, is het bijvoorbeeld het NOS-journaal. Nou, dat wordt dus voor 100% het publieke middelen betaald. En dat is absoluut geen overheidsmegafoon of zo. Dus dat zal met de kant ook niet gebeuren. Niet dat ik erbij sta te juichen. Het was beter geweest als we met BCM niet dat van beleid hadden gevoerd. Nee, dat snap ik. Dan was het allemaal niet nodig geweest. Waar was dit van? Voor Klokluider Online, JDTV. Okay. Een van de onafhankelijke nieuwsbronnen die de nieuwe media vormen. Precies. Maar even terug naar meneer Vuistje, ex-adjunct van de Volkskrant, toch? Ja, ben ik nog een paar jaar over. Ook nog aan bij de tijd geweest. En hij noemde dus NOS Journaal eigenlijk als voorbeeld van een onafhankelijke nieuwsbron. Dat vind ik een interessante stelling, waar wij het dus helemaal niet mee eens zijn. Maar we gaan even ook verder kijken wat andere mensen ervan vinden. Okay. Bedankt.
Ik heb geen idee. Je weet toch wel wat er de bedoeling is vanavond? Nou ja, maar misschien is dat de vraag die pas na afloop te beantwoorden. Nou ja, de ontwikkelingen zijn toch niet van nu, die zijn toch al de hele tijd aan de gang. Je ziet toch wel. Ja, maar u bent getuige van enzovoorts. Maar ik ben er nergens getuige van geweest. Niet. Nou, we gaan het hebben over overheidssteun voor dakbladen. Dat is toch iets wat 10 jaar geleden ondenkbaar was. Ja. Dus vraag ik, is dit een zoveelste station naar de ondergang van de media zoals we die tot nu toe kennen? Ja, geen idee, die vraag ik niet bang voor. Oké, Frits van Ekster, hoofdredacteur van Nederland, die weet het allemaal nog niet. Misschien aan het eind vanavond wel. We gaan even verder kijken wie hier allemaal rondloopt. Daar hebben we Clary Polak, die gaat de avond presenteren. Hallo. Hallo. Thomas Groening van de NVJ, dat is de secretaris. Die staat te praten met Jacques Kuij van het FD. Van de Kuij, die gaat dat van toch wel een waarde idee. Hallo. Ik maak een documentaire op vanavond. Dag Thomas. Dag Remington. Nu ben je toch spreken. Waarom is de partij van Chipson destijds eigenlijk geweigerd in het FD? Omdat ze strijd waren met reclame. Oké, ik spreek vanavond hier wel. Dank u wel. Mark Koster. Mark, heb je er zin in vanavond? Amerikaanse krant op Appela. Hey Mark, ik mag toch wel aannemen dat jij dit feestje over de ondergang van de oude media van harte mee gaat vieren vanavond. Dat we gaan dansen op de lijken van de oude dinosaurus. Is dit een vraag of is dit een... Ga je mee dansen op de lijken van de oude dinosaurus of niet? Ik dans alleen bij... Er zijn geen mooie meisjes meer in de krantenjournalistiek. Kijk maar. Clary, mag ik jou vragen? Ga je even dit soort geluiden, ook nieuwe geluiden gewoon krijgen? En ook nieuwe media eigenlijk de kans krijgen? Nou, ik denk dat het voornamelijk over nieuwe media zijn. Want het gaat over innovatie. Daar zal, als er al sprake is van overheidssteun, wie ben jij? Hij is mijn cameraman. Oh ja, de cameraman. Ja. Over nieuwe media gesproken. Als er al sprake is van overheidssteun, dan zal het voornamelijk, denk ik, gaan ook over nieuwe media en de experimenten daarop. Het is juist ook een vernieuwing. Dat eigenlijk alleen de vernieuwing faciliteert dat als je maar van de oude media zelf afkomstig is, snap je? Dus net zoals de banken, de corrupte bankdirecteuren zelf hun rommel mogen opruimen. Ja. Zo ook net weer dat ze de media zelf weer hun eigen vernieuwing mogen. Dat is natuurlijk geen echte vernieuwing dan. Nee, maar die discussie gaan we denk ik niet voeren. Tenminste, als jij hem erin gaat, dan roep ik gewoon. En nou is het afgelopen. Nee, het gaat er nu even om. Dat is een onderwerp van vanavond. Hoe de pers eventueel, hoe de overheid steun voor de pers eventueel gestalte zou kunnen krijgen. En dat zal ze waarschijnlijk op nieuwe media richten. Denk ik. Weet ik niet. Daar gaan zij over. We gaan het zien. Maar de voorzitter. We gaan het zien. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ik heb een agent door jou staat van Elsie hier. Hallo. Ik wil hier graag vragen een documentaire over vanavond voor Klokluiden Online en JDTV. Even kort vragen voordat we aan de bak beginnen. De ondergang van de oude media wordt vanavond opnieuw kracht bijgezet. Het gaat hebben over staatssteun aan de dinosaurussen van wel eer. Is dit het volgende station van de trein die voortdendert richting afgrond voor de oude media? Is dit een vraag? Anders? Is dit een vraag? Is dit een vraag? Nee, ik denk het niet juist. Volgens mij zijn de media heel gezond geworden. Ook zonder overheidssteun? Mag het hopen van. Dus met overheidssteun nog gezonder? Overheidssteun maak je afhankelijker, dat moet je willen zijn. Maar ik hoop, de NVJ die willen dat allemaal, hè? Grote artikelen in NRC, fantastisch zeggen ze, overheidssteun moeten we doen. Maar dat ik word ook tegensproken door hoofdredacteur van NRC, dat je geen steun moet aannemen. Elsevier, steun? Liever hand eraf. Joris Demmink, zegt die naam nu wat? Ja, ik vind hoef je niks over te zeggen. Nee, maar... Hey, we gaan beginnen. Ik stel u voor aan Huub Elzerman, de voorzitter van de NVJ, die welkom zal heten. Leden van de Staten-Generaal van de Nederlandse Pers en uiteraard de leden van de commissie Brinkman, allemaal namens de Rode Hoed en de NVJ van harte welkom. En zoals u in de uitnodiging hebt kunnen zien en kunnen lezen, gaat het vanavond over de vraag hoe we de Nederlandse pers kunnen redden. En vooral om de vraag welke rol de overheid bij die reddingspoging zou kunnen spelen. De NVJ heeft al wat voorwerk gedaan. Onze voorstellen heb je bijvoorbeeld kunnen lezen in onze brief van de commissie Brinkman. Voorstellen variërend van een pleidooi voor een stevig auteursrecht tot een nultarief in de BTW. Wij zullen zo direct van de inleiders horen of zij iets van onze voorstellen heel laten. Dan wel welke creatieve ideeën ze daaraan zullen toevoegen. Ik ga dus inhoudelijk niet op in. Wij laten ons daarmee graag verrassen. Eén voorstel zit erin bij.
Dat is een voorstel dat destijds ook niet heeft gehad. En dat was een voorstel uit 1970, want toen stelde de toenmalige voorzitter van Amsterdamse Pers, Han Lammers, voor de overheid overal in het land drukfabrieken te laten oprichten. En kranten konden dan tegen een schappelijke prijs in deze drukkerijen worden gedrukt. Sympathiek idee. En overal is er verder nooit meer iets van genomen. Maar varianten op dat sympathieke idee zijn wel degelijk. Uitgaande van de onafhankelijke redactie, en dat is uiteraard de voorwaarde vooraf, moet mogelijk zijn om de pers te hulp te komen om door het subsidiëren van faciliterende bedrijven of diensten. Denk maar aan drukken, distributie, gegarandeerde papierprijs, om straks allemaal als een verlaten echo van het idee van Han Lammers opnieuw aan de orde. Tegen deze achtergrond, ook in de afgelopen weken, in het debat over de rol van de overheid, is de journalistiek beschreven als een publieke functie of als een nutsvoorziening. En net zoals water uit de kraan, het is er voor iedereen, je betaalt ervoor en je verwacht dat het zuiver en puur is. Punt is wel dat we wel bereid zijn om voor een nutsvoorziening te betalen, maar niet voor een nieuwsvoorziening. De vergelijking van de journalistiek met de nutsvoorziening ontleen ik aan een column van Henk Hofland, gepubliceerd in De Laatste Journalist. Voor die journalist heb ik keurig betaald, als lid van NVA en abonnee van ons vakblad. Maar dat had niet gehoeven. Iedereen had deze column gratis kunnen lezen op de site. Daar zijn ze. De pijn, in ieder geval een deel van de pijn. De kwaliteit is er, maar er hoeft niet meer worden betaald. Het goede, oude verdienmodel gebaseerd op abonnees en adverteerders is aan het verdwijnen. En zeker op internet is er nog geen werkend alternatief. Nou, wij zijn hier nu bijeen om te werken aan een oplossing. En als beroepsvereniging van journalisten, NVA, zijn wij ervan overtuigd dat de overheid daarbij tenminste de komende jaren, tijdelijk dus, een rol zou moeten spelen. Onorthodoxe, innovatieve maatregelen, fiscale steun, het zorgen voor behoorlijke infrastructuur, zowel digitaal als in de distributie, het zijn slechts voorbeelden. En net als de water uit de kraan zal ook de nieuwsvoorziening wel blijven stromen, maar de kwaliteit, wat wij moeten toevoegen, dat maakt het verschil. Collega's, we hebben veel te verliezen. Niet alleen ons werk, want er staan weer tientallen, zo niet honderden banen die dreigen te worden geschrapt. Maar ook onze maatschappelijke rol, onze functie als waakhond van de democratie, staat op spel. In opeenvolgende medianota's heeft de overheid keer op keer gezegd dat de veelzijdige informatie van de burger van wezenlijke waarde is voor de democratie. Dat de bescheidenheid van informatie gewaarborgd dient te worden en dat dus om die reden, ik citeer, een actief overheidsbeleid ter waarborging van onze maatschappelijke en culturele functies van de media noodzakelijk is. Het is de hoogste tijd dat er uit die woorden consequenties worden getrokken. Er zijn maatregelen nodig en wel nu met een vruchtbare discussie. Ik ga u een paar spelregels voor vanavond uiteenzetten voordat we beginnen. Het gaat er niet zozeer om of er overheidssteun is, nodig is. Ik weet niet of u allemaal NRC hebt gelezen. Er zijn kranten, en dat is fantastisch, die het zonder zeggen te kunnen, denken te kunnen en ongetwijfeld ook kunnen. Maar het gaat hier om wat is de meest efficiënte manier om de overheid haar steentje bij te laten dragen aan de noodlijdende pers. Mensen of kranten of bladen die geen steun nodig hebben, hoeven daar uiteraard ook niet om te vragen. Dus dat is het uitgangspunt. En het tweede is, hoe kunnen we er zeker van zijn dat eventuele overheidssteun in de private markt, want dat is het nog steeds, ten goede komt aan de journalistiek, CQ, de journalisten. Dat zijn de twee hoofdvragen vanavond. We kunnen het over heel veel andere dingen hebben, dat doen we niet. Dat zijn de twee hoofdvragen. U ziet hier 6 mensen. Die krijgen straks ieder 3 minuten om een voorstel te doen wat in hun ogen de meest effectieve manier van overheidssteun zou zijn voor de bladen, hun blad, dat weet ik nog niet, dat zullen we horen. Zij gaan 2 aan 2 zullen zij hun voorstellen doen. Na 3 minuten zullen zij met elkaar in discussie gaan. En wordt u uitgenodigd om via deze 2, het zijn interruptiemicrofoons, maar interrompeert u niet te veel, maar om uw bijdrage daaraan te leveren. Dus doe mee met die discussie. Graag zelfs. Alles duidelijk?
Oh, ik moet even zeggen, hiervoor zit de commissie Brinkman, althans niet in zijn geheel, maar wel voor een groot gedeelte. Ik zei er straks al, we hadden ze graag op het podium gezien, maar dat vonden ze niet leuk. Dan vonden ze zich te veel in de schijnwerpen staan. Maar ik zal na afloop wel aan één van hen vragen, en ik zeg nog niet wie, dus jullie moeten allemaal goed opletten wat zij voor vanavond hebben geleerd. Goed, we beginnen met het duo direct, Barbara van Beukering en Esther Lammers. Barbara van Beukering, hoofdredacteur Parool, Esther Lammers, adjunct hoofdredacteur per 1 april, meen ik, van Trouw. Ik nodig jullie uit ieder jullie verhaal te doen, 3 minuten. Ik ben ontzettend streng. Na 3 minuten roep ik tijd voorbij. Het mag korter, maar het mag niet langer. Barbara, aan jou het woord. Om te beginnen, Parool is geen voorstander van subsidie. Als je elke dag de overheid en de politiek onder de loep neemt in de krant en waar nodig bekritiseert, ligt het niet voor de hand om vervolgens je hand op te houden. Maar we hebben wel wat adviezen voor de commissie Brinkman. Om te beginnen, de distributie is een groot probleem. En het is heel gek dat een professioneel product als een krant, die met veel liefde en zorgvuldigheid wordt gemaakt elke dag, afhankelijk is van een onprofessioneel distributiesysteem, namelijk bezorgd wordt door scholieren. Wij zouden graag willen dat de commissie Brinkman eens een kijkje neemt bijvoorbeeld in België, waar postbedrijf van de overheid een aparte bv heeft opgericht voor de krantendistributie. En wellicht zal dat nu de TNT haar monopolie kwijtraakt ook iets zijn voor Nederlandse modellen. Het tweede punt wat wij zouden willen maken is: gebruik de krant ook voor overheidsinformatie. Dat hoeft de overheid geen extra geld te kosten. Het is gewoon puur het verschuiven van het informatiekanaal, maar de krant zou natuurlijk een heel goed medium zijn om de boodschap over te brengen. Derde punt is: zorg voor een gelijk speelveld. Minister Plasterk heeft laatst een rondje gemaakt aan alle kanten, is ook bij ons geweest, dus ik weet dat hij niet heel ontvankelijk is voor dit gesprek. Maar ik vind wel dat de commissie Brinkman het serieus moet nemen. Het is toch echt bespottelijk voor woorden dat de publieke omroep zowel overheidssubsidie als reclameinkomsten ontvangt. Het vierde punt zijn de jongeren. Dat is een beetje naar aanleiding van Sarkozy, die heeft geopperd van geef 18-jarige gratis krant. Vinden wij moeilijk, want waarom 18? Ze hebben in ieder geval het moment waarop ze zelfstandig zijn gaan wonen. Maar B, brengt het wat mij betreft, omdat waarom zouden 18-jarigen de krant van hun ouders niet lezen, terwijl die graag op de buurman ploft en wel een betaalde krant door de overheid. Maar afgezien hiervan zouden wij eerder pleiten voor help de stichting kranten in de klas. Dat gaat verder terug. Jonge mensen die niet gewend zijn van huis uit een krant te lezen, leren ze op school al kennis maken met een krant en wat een krant kan toevoegen aan je leven. En als laatste, dat is het brugje ook weer voor jongeren. Jongeren zijn, weten wij allemaal, niet meer geïnteresseerd in de krant zoals we nu maken. En dat heeft volgens mij ook te maken met dat ze niet de emotie met papier kennen zoals wij hem kennen. Dus je kunt je afvragen of de papieren krant nog wel een toekomst heeft. En daarom zou ik een heel groot voorstander zijn van je verdiepen in de digitale toekomst van de krant. En dan met name het fenomeen e-paper. Dus wat mij betreft graag geld en energie en aandacht voor de toekomst van de e-paper. Esther, kun jij het even naar? Nee. Dat gaat mij niet lukken. Ongeveer 1,5 jaar geleden werd ik chef van de internetredactie van Trouw. Ik werkte daar met een groepje jonge enthousiaste redacteuren die net zo gretig op het nieuws duiken als dagpasjournalisten. Maar tegelijkertijd bloggen ze, twitteren ze en internetten ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En inderdaad, het zijn jongeren die geen papier meer nodig hebben om de nieuws en achtergronden tot zich te nemen. Zij verbazen zich hopelijk over de aarzelingen bij de krant om echt in echt multimediaal te worden. Op de krantenredactie was het trekken en sleuren om overdag extra stukken voor de site te krijgen. De redactie sputte tegen, wil internet er hooguit een beetje bij. Een echte primeur zou bewaard moeten worden voor de krant, omdat anders de krant wordt gekannibaliseerd.
heel langzaam weet het bij de redactie door dat het niet meer zo werkt. Internet is dé plek voor nieuws geworden. En de krant is er vooral voor het brengen van specifieke achtergronden, analyses en opinie. Maar het blijft ringen. Dat internet extra werk betekent voor journalisten, dat het nieuws gratis wordt weggegeven en dat er nog weinig advertentieinkomsten tegenover staan. De cruciale vraag is of dit reden is voor kranten om niet crossmediaal te worden. Nee, we hebben domweg geen keuze. En bovendien, het multimediale speelveld is groot en ligt nog helemaal open. Als kranten de verdere stappen naar internet en mobiel niet maken, dan verliezen ze definitief hun bestaansrecht, want dan haken jonge nieuwsconsumenten af. Innovatie is hier dus het toverwoord. Uitgevers moeten op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe businessmodellen op digitale platforms. En dat is precies wat de afgelopen jaren te weinig is gebeurd. Er is na jaren hoge rendementen, is voor het eerst zijn de digitale cijfers of zijn de dubbele cijfers bij de kranten verminderd. En de uitgevers hebben daar eenzijdig op gereageerd door aan kostenreductie te doen, in plaats van aan investeringen. Alle investeringen in internet en alle investeringen in nieuwe media zijn nu van de kosten van de redactie afgegaan. Wat kan de overheid doen om de omslag naar een nieuwe digitale multimediale kranten te maken, of multimediale concerts te maken, sorry, zijn er voortdurend nieuwe investeringen nodig, nieuwe zoektochten naar nieuwe winstgevende activiteiten op de diverse nieuwe platformen die steeds weer ontstaan. Let wel, het zijn investeringen zonder dat er op voorhand garantie is op succes. En daarbij zou de overheid best een handje kunnen helpen. Met bijvoorbeeld het aanpassen van de mediawet. Want waarom kunnen wij niet samenwerken met de KRO, met de NCRV, met de VARA, om gezamenlijk nieuwe markten te verkennen? Een andere mogelijkheid is subsidies, maar alsjeblieft niet generiek. Ik ben daarom niet voor het voorstel van de NVJ voor een algehele btw-verlaging. Want daarmee zie ik de uitgevers alweer heel fijn bedrijfsresultaten oppoetsen. Of hun schulden verder aflossen. En dat maakt de onderneming nog steeds niet innovatief. En de kern van het probleem, namelijk vernieuwen, wordt niet aangepakt. Dagbladen moeten durven innoveren en kiezen voor verandering. Dat zal betekenen dat ze de komende jaren in de transitiefase zitten. En dat kan betekenen dat ze een tijdje extra steun nodig hebben. Ik pleit voor gerichte steun, voor bijvoorbeeld het bijscholen van journalisten, zodat ze de tools en mogelijkheden krijgen om multimediaal te gaan denken en werken. Voor steun om de organisatie om te gooien. Of voor specifieke steun aan journalistieke organisaties die goede plannen hebben voor innovatieve crossmediale projecten. Als ik het goed begrijp, Barbara, zie jij en Meer, jullie zien allebei niet veel in subsidies, maar wel in allerlei steun van de overheid eromheen. Allebei noemen jullie crossmediaal werken, internetwerken, digitaal werken. Alleen, jij zegt individueel, per klant, wat er nodig is. En jij hebt meer over generieke maatregelen, klopt dat? Ja, ik heb het verschillende dingen genoemd, maar je hebt het nu even speciaal over... Ja, ik heb het proberen iets uit te halen met jullie, nou, van wetenschappelijk. Ja, ik heb niet zozeer iets gezegd over het crossmediale eigenlijk. Ik had het meer over de toekomst en de techniek die eventueel de papieren krant zou kunnen vervangen. Daar heb ik jou niet over gehoord. Nee. Dat zijn nieuwe digitale... Dat zijn nieuwe digitale projecten wat mij betreft. En ook daarvan weet ik niet of het gaat renderen, maar dat zou dus moeten kunnen experimenteren. En op dit moment is er überhaupt geen ruimte voor dat soort experimenten. En daar zie je een taak voor de overheid? Dat zou een taak voor de overheid kunnen liggen, ja. Nou, wat zie je de rest van het panel daarvan? Ja, voordat ik mijn kruis in verschiet. Ik moet natuurlijk geen avond worden hier vanavond om de kranten te redden. We zijn om de journalistiek te redden. Dat is een heel groot verschil. Maar volgens mij wordt het hier ook niet gezegd. Nee, maar omdat als je nieuwe
op nieuwe platforms journalistiek gaan bedrijven, moet je eerst een nieuwe platform ontwikkelen. Maar waar moet de kranten gesteund worden? Die moeten toch journalisten stemmen? De krant is natuurlijk... Wat is een bizarre dag dat je hier dat je de distributie moet gaan verzorgen? Ja, dat is eigenlijk journalistiek. Dus maar goed, daar kom ik straks op terug. Dus de discussie moet... Misschien. Ik kijk ook even naar de commissie. Misschien moet geen reddingsplan voor de kranten. Mark, misschien moet de discussie wel eerst gaan dan. Jij zegt, we zijn hier niet om de kranten te redden, maar de journalisten en de journalistiek. Hier wordt geroepen de journalistiek, die wordt de journalist gemaakt. Hier wordt gezegd, het is hetzelfde. Nou, dat durf ik ergens te betwijfelen. Ik zou bemoeien ermee. Als iedereen even ook wil zeggen wie hij is, of wie zij is. Ik ben Kees Pijnlanders, ik ben hoofdredacteur van de Gelderlander, Slans grootste regionale dagblad. Wij verschijnen in het oosten, een gebied wat 44 gemeenten stelt. En een belangrijk deel van die 44 gemeentes zijn wij de enige echte goede journalist die op de tribune zit. En ik kan u vertellen dat wij momenteel in een heel nauw schoentje zitten. En als de Gelderlander niest, dan is het beter te verkouden. En dat geldt niet alleen voor onze regionale kranten, maar dat geldt voor alle regionale kranten. Als wij er niet meer zijn, of als wij onder invloed van verdere schaalvergroting ons steeds verder moeten terugtrekken naar onze kerngebieden, dan betekent dat uiteindelijk dat er niemand meer aanwezig zal zijn bij al die kleine en middelgrote gemeentes in ons land. Want neem je van mij aan, een weblog zal nooit en ten nimmer twijfelen. Maar als wij er niet meer zijn. Dat is helemaal niet waar gezegd. Want, kijk er dat maar kijken. Het is een discussie, dus laten we hem even daarover. We hebben onlangs in Utrecht de volgende gemeente gehad. Dat is gewoon gedaan via een weblog. Dus dat is, daar zijn mensen die op de tribune zaten. De Utrechts Nieuwsblad, volgens mij ook onderdeel van Wijchen, was daar niet aanwezig, of was er wel aanwezig, of schreef niet op. Dus uw argument is, dat is niet waar. Dat is wel waar, want Utrecht is een grote stad. En Amsterdam is een grote stad. En dat zal voor Nijmegen en Arnhem, komt allemaal goed. Al die andere gemeenten in ons land, en dat is het merendeel van de gemeentes, daar is dan geen pers meer aanwezig. En dan gaan we heel veel burgemeesters krijgen, zoals in Den Helder. En als daar geen goede journalistiek meer wordt verricht, omdat er geen dagbladjournalisten meer zijn, dan is dat een absolute verarming van de democratie in ons land. De vraag is hier niet zozeer of dat het geval is, dat geloof ik, maar of je daar een krant voor nodig hebt, of dat je dat bijvoorbeeld ook, daar pleit jij voor, via een e-paper zou kunnen doen. Die mensen op de publieke tribune van al die gemeenteraden en dat dan niet via de papieren kant, maar via een e-paper zou kunnen. Ja, dan moeten we even duidelijk het verschil maken, want anders krijg je volgens mij een e-paper is eigenlijk gewoon een krant, maar dan niet met papier. Ja. Het is gewoon dat is een ander product dan wat we met internet doen. Ja, precies. Een e-paper is dus een afgeleider van dit ding. Ja, maar een e-paper is gewoon... En Mark heeft het over internet en weblog. Dat is... We moeten even onderscheid dus maken, want jij zegt eigenlijk dat je helemaal geen krant, dus ook geen e-paper nodig hebt. Je hebt een journalist nodig. Oké, jij mag straks. We hebben het nu even over wat uiteindelijk Barbara en Esther hebben gezegd. Jij wil daar zoiets op zeggen, Arno. Het lijkt mij wel dat als je pleit voor een bepaalde betere distributie waar de overheid in kan helpen, dat dat anders wordt als je het over een e-paper hebt. Ja, nou. Want dan heb je nou geen betere distributie precies. Meer nodig. Nee, precies. Dus je hebt en geen papier. Dus dat zou een volstrekt hele andere toekomst opleveren. Die natuurlijk heel erg veel geld zou besparen. Want het meeste geld gaat ongeveer in de distributie in de papier drukken zitten. Maar goed, dat is nog lang niet zo. Dus we moeten eerst gewoon kijken hoe we dit goed kunnen doen. En we kunnen ook leven de komende jaren. En ondertussen doen we heel goed onderzoeken wat die techniek ons in de toekomst gaat brengen. Waarvan ik toch denk, zeker gezien de jonge generatie, dat het wel kans maakt om het papier te vervangen. Maar goed, wij hebben zeker graag zo. Arendo, jij wel. Die discussie gaat wel door elkaar. Want kijk, of we hebben een bedrijfseconomische discussie, hoe houden we geld aan de overheid, of aan de andere kant, of hebben we in onze maatschappij in Nederland journalisten nodig die overheid, burgers en ook bedrijven controleren. Dat zijn twee discussies en we praten nu vanavond volgens mij over een bedrijfseconomische discussie, hoe kan je sommige titels overeind houden. Een andere discussie, maar dan zijn er weer burgers en geen journalisten, vinden we nodig in Nederland als kiezer, als burger,
dat in Nederland geen witte vlekken zijn als het gaat om gebieden waar geen journalisten controle aan oefenen. Ja. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Zeker. Het is maar de vraag of we niet over allebei praten. Ik denk straks namelijk dat Mark, die direct aan de beurt is en die ik ook direct het woord zal geven, om zijn 3 minuten hier te hebben, die zal, denk ik, roepen dat we het niet hebben over titels overeind houden, maar over de journalistiek overeind houden. En de vraag is dus of je die titels nodig hebt om de journalistiek overeind te houden. In dit geval. Af en toe vallen de citaten naar je toe, precies als je ze nodig hebt. Het volgende citaat stond in het Chansblad. Ik durf niet te beweren dat de krant het overleven heeft. De drager doet er niet zoveel toe. Of het nou inkt is of pixel op het scherm, de kwaliteitspers overleeft altijd. Citaat Birgit Donker, dus de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, die dus eigenlijk al zegt, die krant waar ik die dagelijks vul, ja, dat is maar een medium voor goede journalistiek. Nou, wat je nou ziet, dat die kranten die happen nu naar adem, omdat het businessmodel natuurlijk van geen kant duikt. Barbara probeert die distributie gesubsidieerd te krijgen, mevrouw Daap probeert weer wat anders te regelen. Maar het gaat natuurlijk om de echte journalistiek. En daar zou de commissie ook over na moeten denken. Wie gaan wij nou geld geven? Gaan we nou de distributiejongens geld geven, de jongens die de boel uitdelen, of gaan wij journalisten geld geven die goed hun werk doen? Nou, ik begrijp dat ik van de laatste enorme voorstander ben. Ook omdat het businessmodel aan alle kanten deugt niet. Ik denk dat meneer hier van de FD daar straks natuurlijk ook gaat proberen dat goed te praten. Wegen bijvoorbeeld, ik heb de cijfers even opgevraagd, geeft slechts 28% van zijn geld uit aan vrije nieuwsgaring of aan nieuwsgaring. Het andere geld gaat dus op aan busjes, papier, inkt, humbug, wat niet iets toevoegt aan wat nodig is. Daar komt bij dat we een zwaar vergrijsd leesbestand hebben. Dat hebben alle PCM-kranten. Mag ik je vragen om je te beperken tot wat je voorstelt en niet... Mijn voorstel zou dus zijn, subsidiëren journalisten die met een goed idee komen. Desnoods mensen die hun eigen webblog hebben. Mensen die zijn gaan samenwerken. Mensen die op internet een goed idee uitvoeren. Ik zie daar Henk Steenhuis zitten, de oude hoofdredacteur van HP De Tijd. Samen met Gerard Driehuis, volgens mij ook in de regionale pers actief geweest. En dat zijn heren die denken van wij zijn goed bezig, wij gaan het journalistiek bedrijven. En zulke initiatieven moeten beloond worden. Dus ik zou het, als ik de commissie was, op hun merites beoordelen wat de toegevoegde waarde is. En hoe iets kan leiden tot kwaliteitsjournalistiek. Maar zeg je daarmee ook dat de journalistiek die titels niet nodig heeft? Nee, de journalistiek heeft die titels niet nodig. In Amerika heb je bijvoorbeeld de Huffington Post, is gewoon begonnen, net als ooit het Parool als verzetskrant begon. Van een dame die vond dat ze wat te melden had. En dat is behoorlijk groot geworden. En die verdient er geld mee. De New York Times verliest $1 miljoen per week. Is totaal in verval. Proberen nu hun geld te verdienen door bijvoorbeeld internet betaalbaar te maken. Of voor te laten betalen. Dat gaat allemaal niet lukken. Dus internet is een nieuwe drijver. Net als vroeger radio nieuws en televisie nieuws is nu internet een nieuwe speler op de markt. Er zijn nog weinig businessmodellen daar die floreren. Daarom denk ik dat de commissie zulke projecten vooral nu als innovatieve kracht moet steunen. Want daar zal op den duur misschien wel een paar prachtige bloempjes ontstaan. Direct, eerst Arendo en dan gaan we discussiëren over beide. Vragen op het punt van. Ik ben Micha Kat, webmaster van Blogluid Online. Een van de snelst groeiende Nederlandse weblog, 120.000 bezoekers per maand. Maar ik vond het een heel interessant punt van Mark, wat hij zei over dat subsidie aan journalisten, als dat commissie brengt wat ze moeten doen. En dan kan Mark vragen, en ook aan de commissie misschien, hoe hij denkt dat de commissie dat op een onafhankelijke manier kan doen als de voorzitter. Eigenlijk door een van de PCM-kranten tot de machtigste man van Nederland is verkozen. Dat is zeggen de man met de meeste belangenverschijnselen. De man die ook de meeste
baat heeft bij het dichthouden van weerputten, de man met de meeste nevenfuncties, belangenverstrengelingen, ook iemand notabene die recent in de media terecht is gekomen als iemand die de stad in de Mooie van Zuiderlijnen mede heeft getackled. Niet meer, je hebt je punt gemaakt. Denkt Mark dat zo iemand op een onafhankelijke, eerlijke manier een subsidie kan geven aan individuele journalisten? Mag ik deze vraag iets nuanceren in de zin van, hoe denk je überhaupt dat die subsidie moet worden toegedeeld? Hoe? Nou, elke individuele journalist moet een voorstel schrijven. Het moet wel onderbouwd zijn. Een voorstel, dus er moet weer een commissie komen. Die commissie, nee, Riemann, is een andere commissie. Die gaat toch ook alle... Maar die moet blijven bestaan. Nou ja, als er geld wordt verdeeld, dat moet toch ergens een paar... Maar Koster, als dat de toekomst is, het internet van jou met Netbox, waarom moet dat geld dan van de overheid? Als dit nou de toekomst is en alle kranten zijn verleden tijd, waarom moeten ze dat dan overheid hebben? Omdat het verdienmodel van internet dan? Het verdienmodel op internet is ongeveer hetzelfde verdienmodel als met de kranten. Je moet. Je moet naar de kranten, waar je hebt ook een microfoon. Pieter Boertjes, als je wil ben ik. Luister, achter de microfoon. Kom op. Hoe ben je nou een wiljaartje, Nick? Zo ken ik je weer. Dat maakt hem ook zo boos. Ik ben natuurlijk wel een verstokte oude krantenman, maar ja. Wat jij over kranten zegt, dat is echt bizar. Je denkt, het woord lezer is nog eens genoemd. Er zijn nog steeds 4, 5 miljoen lezers elke dag die elke dag een krant hebben en die daarop geabonneerd zijn of die loskopen. Dus ik begrijp wel dat je als ZZP de macht over wil nemen, maar dat heeft natuurlijk helemaal helemaal geen nut en ik hoop niet dat de commissie die kant op gaat. De commissie moet wel degelijk kijken naar onze kranten die niet in verval zijn, maar die hooguit in de problemen zijn vanuit de crisis die wij niet veroorzaakt hebben, de lezers niet, maar de banken. Ja. Dus zeker. De Volkskrant heeft vorig jaar nog gewoon 13 miljoen onder de streep winst gemaakt. Ja, precies, die jongen. Die heeft ook heel veel winst gemaakt in zijn hele leven. Maar. Ja, zeker, zo is het. Maar de enige die hem aan boord heeft gekregen. Dus daar gaat het natuurlijk om, dat er helemaal geen kwestie is van verval van kranten. Kranten doen het hartstikke goed. Alleen, er is natuurlijk wel uiteindelijk een probleem met de distributie. En we hebben een duur model om ons te multipliceren. Maar er is nog steeds ontzettend veel behoefte in de samenleving aan kwaliteitsjournalistiek op papier en ook op internet. Dus het is een NN-model. En ik weet het helemaal gelijk in. Het is geen doel op zichzelf, die krant. Maar je moet het niet zo wegschrijven zoals jij dat net hebt. Dan zal ik je iets tegemoet komen. Kijk, nu.nl is een grotere website met alle aspecten. Volkskrant, ook een grote website dan de Telegraaf. Dit is gewoon de best gelezen nieuwssite van Nederland. Die zijn hier vanavond niet, maar daar zou bijvoorbeeld, als die mensen nou subsidie aanvragen. Maar minder mensen. Hé, hey, Laurens. Ja, maar die zouden bijvoorbeeld. Met die mensen voel ik veel meer compassie. Het is duidelijk wat jouw voorstel is. Stel je dan alsjeblieft nu.nl met wat geld, dat zij een onderzoeksjournalistiek kunnen doen en laat het creatieve destructie bij de kranten plaatsvinden. Voordat ik de heer Kuif het woord geef, wil ik eerst nog even aan Renlo zijn 3 minuten laten houden. Kan dat? Als je wil wel. Ik wil even teruggaan, want het is niet zozeer een voorstel, maar meer het is wel een voorstel. Op een gegeven moment, volgens mij in november of december, 14 december, dat Plasterk zijn brief schreef. Dat was in november volgens mij. En het ging pas de persbrief. En die lazen we en je dacht, ja, het gaat over de pers. En wat gaat er gebeuren? Wat zijn de plannen? Omdat meer pas sterk een breed mediabeleid voorstaat. Maar toen we die brief lazen, toen zag je eigenlijk dat hij het eigenlijk niet had over de pers. Hij eigenlijk alleen maar aan de pers kan ik niets doen, want het is vrije markt en dan moet de overheid afblijven, anders worden ze afhankelijk, dus daar kan ik er niks aan doen. En dat was in die zin raar, dat hij helemaal niet het publieke omroep erbij betrok. Hij heeft geïsoleerd gekeken naar twee werelden. Hij kijkt aan de ene kant kijkt hij naar de omroepen, aan de andere kant kijkt hij naar de gedrukte media. Dus we hebben 44 hoofdredacteuren, uitgevers en directeuren van gedrukte media een brief geschreven op Plasterk. Ik dacht, nou ja, het is iets te makkelijk zoals je daar in die brief schrijft, want je gaat over de hele media, niet alleen over de pers, maar ook over omroep. En we hoeven geen geld, we hoeven geen subsidie, maar zou je misschien kunnen kijken hoe je met veel subsidie voor de publieke omroep eigenlijk een oneerlijk speelveld maakt voor de kranten. In feite, gelijkschakeling wat Barbara net ook zei. Gelijkschakeling, dat is een mooi woord. Ja, sorry, ik neem niet kwalijk. Dat was het woord. Maar niet een gelijkschakeling, dat is, en dat denk ik vooral, kijk, je kan je afvragen waarom publiek omroep reclame moet hebben en helemaal op de websites, waarom ook niet nog reclame moet hebben. Probeer dat eens zonder.
Nou weet ik ook wel, dat zei Barbara ook wel, ja, de minister voelt er niet zo weinig voor. En ook de Kamer voelt niet zo weinig voor. En de hoop is, voor mijn hoop is eigenlijk dat de commissie de minister kan bewegen. Niet nu dat allemaal terug te draaien of gelijk te trekken. Maar wel een naar onderzoek te doen of het inderdaad, een scheef media last hebben van die reclame op de website van de Big Home Omroepen. Maar ook van de reclame die de regionale omroepen hebben. Waardoor een kans als de PZC, die ziet de meubelboer wel op Radio Zeeland, maar die meubelboer kan dus niet adverteren of zal niet adverteren in de PZC, zolang die nog vrij ruimte heeft op de Omroep Zeeland. Ja. Ik begrijp ook wel dat... Je pleit voor een onderzoek daarnaar. Ja, of jouw bevering waar is. Nou ja, omdat pas heeft gezegd, dat de Kamer zegt, ja, we gaan het niet veranderen. Maar ja, iedereen zegt dat het heeft geen enkel effect en het stelt niks voor en het is allemaal onzin. Nou, dat geloof ik eigenlijk. Al mijn water voel ik dat het niet zo is. En ik, dat zou mooi zijn als de commissie kon bereiken, als dat eens nader bekeken werd. Ik probeer nu eventjes... Tot nu toe, de vier mensen. Wat vind jij bijvoorbeeld van een toog zoals Esther Lammers hield net? Ondersteuning van individuele redacties. Dat al naar gelang hun behoefte. Dat zo. Nou ja, dat zijn een beetje. Nee, crossmediaal. Ja, op crossmediaal gebied. Op initiatief voor crossmediaal. Ja. Nieuwe uitstroom. Dat zei ook in je inleiding, zei je ook, dat ja, als je geen steun wil hebben, hoef je geen steun te vragen. Alsof je geen steun vraagt, dat je geen last hebt van kranten of andere mensen die wel steun krijgen. Dus het feit dat, dat als de minister of de commissie of wie dan ook straks steun gaat geven aan de individuele titels, dat is prima als je zegt, ja, ik hoef het niet te hebben, want ik doe het met mijn eigen geld. Maar je hebt er wel last van. En het idee van het juiste speelgoed is dat iedereen gewoon met dezelfde wapens vecht en niet één met de hand op de rug hoeft te vechten. En dus je bent in het algemeen dus generieke maatregelen. Nou ja, dat is, dus, we hebben die maatregelen gehoord en die staan ook in de brief van FDA, dus die BTW voor elektronische producten, dat is een heel goed voorstel. Dat kan je zo invoeren. En als de werkgevers, de uitgevers, eindelijk een keer bij elkaar komen om na te denken over een goed distributiesysteem, dan zijn er ook mogelijkheden. Maar dat moet, je kan niet zeggen dat de overheid, God help me, je moet zelf ook wel laten zien dat je het kan. Ja goed, de overheid zou, als je het over een distributiesysteem hebt, zou de overheid bijvoorbeeld kunnen zorgen voor één standaard tarief voor de distributie. Hè? In plaats van dat iedere krant zijn eigen dingen moet zijn eigen overeenkomsten moet sluiten met een of andere postbezorger, waarbij de ene grote krant dat makkelijker kan doen, namelijk verkopen kan doen, omdat hij meer heeft. Dit is allemaal waar. Ik krijg morgens 4 of 5 kranten en die dan door 3 verschillende jongens wordt rondgebracht. Ik denk dat er. Nee, niet, want dat is wel heel goed. Maar het is wel een beetje raar dat niet samen, dat ze niet samenwerken daarin. Dat vind ik raar. Maar goed, dat is. Heb je de overheid niet voor nodig, zeg? Niet om te beginnen. Ja, Thomas. Ja, Claire, je had mij al geïntroduceerd, dus dat is helemaal. Wat is een secretaris? Maar goed, daar gaan we nu niet over hebben. Ik vond het sowieso prettig om nog even, ik moet ook de overal wat van vinden namens de beroepsgroep. Dus het is eerlijk dat wij nu deze avond mogelijk hebben gemaakt en dat ik me wel bescheiden opstel. En dat blijf ik ook doen. Ik ga alleen maar verwoorden wat wij in onze oproep op Filamedia aan NVA-leden hebben gevraagd van, dit is je kans. Er zitten er in ieder geval 50 echte commissieleden hier live aanwezig. Laat het horen. En dat volgt dan al op de postzakken die ze, geloof ik, wat ik van de heb begrepen, al zelf hebben ontvangen. Dus het is een hele ingewikkelde om daar dan één voorstel uit te halen. Ik ga toch, en daarom om toch al die mensen die een uitgebreid voorstel ook aan ons hebben toegestuurd, toch enig recht te doen, wil ik toch in hoofdlijnen even heel snel in een paar punten doorheen lopen. En dan geven we straks, wil ik het podium geven aan één voorstel die in ons gevoel, maar goed, wellicht toch een opening kan geven waar de commissie ook echt wat mee kan. Meer dan 20 uitgewerkte plannen kregen wij in 2 weken tijd. U kan ze overigens allemaal nog op nva.nl of filmmedia.nl komen ze nalezen. Als u dat leuk vindt, zullen ze ook meegeven aan de commissie. Veel voorstellen waren een pleidooi voor een geheel of gedeeltelijk publiek maken van de geschreven pers. Dat is eigenlijk hier nog niet zo specifiek aan de orde gekomen. Maar dan zou je moeten denken, vergelijkbaar aan publieke omroep. Welke vorm of het opkopen van uitgeverijen moet zijn door de overheid? Maakt niet uit, dat was in ieder geval een richting. Ook ontvingen wij gedetailleerde plannen voor ondersteuning van journalistieke webblogs of subsidie voor diverse soorten persbureaus. En dat laatste is nog wel interessant. De
gaat het bijvoorbeeld over persbureaus die specifiek de kunst- en cultuurwereld verslaan. Het is al opgericht, geloof ik, het cultureel persbureau of het persbureau dat onderzoeksjournalistieke projecten doet. In Amerika heb je een beetje een analogie van het ProPublica Fonds in de Verenigde Staten. Persbureau Slow Journalism, nou, zo waren er nog een aantal van dat soort ideeën. Dit vanuit de gedachte dat bepaalde onderdelen binnen de journalistiek niet eenvoudig rendabel te krijgen zijn. Kunst en cultuur wordt voor 90% door de overheid gesteund. Waarom dan niet de onafhankelijke verslaggeving daarover? Nou, je kan allerlei andere voorbeelden noemen, lokaal, regionaal. Kees Pijnhams, die hier toevallig al een aantal keer aan het woord is geweest, die heeft ook een briefje geschreven. Die zegt van nou, zou je niet juist inderdaad die regionale lokale journalistiek moeten steunen? Omdat het publiek waarvoor dit werk verricht wordt, vele malen kleiner is dan bij landelijk onderwerpen en daarom minder snel rendabel te krijgen. Hij maakt dat grote vergelijking met de bergboeren in Oostenrijk. Als je een moeilijke land te bewerken hebt, dan zie je ook dat de overheid bijspringt om dat toch mogelijk te maken. Daarnaast zie je een heel aantal fiscale pleidooien langskomen. Nultarief voor BTW, suggestie voor het aftrekbaar maken van krantenabonnementen. Dus mensen, dat kan natuurlijk ook digitaal of in de oude vorm. En ook in de sfeer van distributie, hier al uitgebreid aan de orde geweest, werden aardige suggesties gedaan. Bijvoorbeeld ook door China-correspondent Michel Hulshoff, die de overheid oproept om te investeren in allerlei vormen van digitale distributie. Zorg net als in Shanghai overal voor gratis wifi. En maakt e-readers met simuleringsmogelijkheden, met simuleringsmaatregelen toegankelijk voor een breed publiek. Ten slotte waren de pleidooien in de sfeer van ondersteuning voor innovaties. En dat is ook het voorstel wat we vanavond willen uitlichten. Web 3.0, ja, het is een buzzwoord, maar we gaan toch proberen iemand het woord te geven die daar de mogelijkheden van wil uitlichten. Juist ook voor die geheel nieuwe verdienmodellen, want het gaat inderdaad niet letterlijk om het in stand houden van de krant. Die krant die zal wel overleven, want daar blijft altijd een markt voor bestaan. Maar het gaat er juist om dat op dat nieuwe medium, dat digitale medium, nog niet, in ieder geval voor journalistieke producten, nog steeds geen verdienmodel is. En dat zou ook de meest gezonde manier natuurlijk zijn om dat te creëren. Want dan heb je niet inderdaad voor elk klein projectje een of ander fonds nodig, of deze arbitraire rij van commissieleden van de commissie Brinkman. Maar kan je ook echt zeggen, we zorgen ervoor dat met jouw journalistieke materiaal dat er geld verdiend kan worden. Want dat is natuurlijk wat er nu nog ontbreekt. Want het voorbeeld ook wat genoemd werd over Utrecht. Nou, er heeft laatst al een artikel gestaan van een journalist. Het is een hele leuke site, Utrecht vandaag, maar er is inderdaad nog geen geld mee te verdienen. En dan houdt zo'n experiment ook op. Zelfs een lid van de commissie heeft geprobeerd met hier.nl iets dergelijks te creëren, is niet van de grond gekomen. Althans, ik heb er nog nooit, als ik hier.nl druk, nog geen vruchtbaar resultaat gekregen. Kortom, kan je iets doen in die digitale wereld? En kan je de journalisten weer zich laten richten op hun sterkste punt? Maken van artikelen, checken van feiten, maken van foto's, maken van video's, etc. Dan kunnen anderen, die daar veel beter in zijn, op het web hun exploitant worden. Als je daar een model voor verzint, dan blijf je het meest gezonde systeem houden. Het grote verschil met de situatie nu is dat er dan dus betaald zou kunnen worden voor het overnemen van de informatie, omdat de oorspronkelijke maker zijn deel zou kunnen krijgen van de opbrengsten die de exploitant digitaal binnenhaalt. Raymond Frans, directeur van Trendlife, wil ik vragen om in 3 minuten, en dat is niet eenvoudig, de essentie van dit 3.0 plan te presenteren. Raymond, kan je hier komen als je dat wil kennen? Ja. Het heeft onze commissie te doen om uniforme journalistiek te vragen met een eenduidig voorstel te komen. Dat lijkt me of het wel iets is in termen gesproken. Ik ga proberen in 3 minuten misschien vier. Ja, nou goed, het staat op papier, ik ga het gewoon voorlezen. Te vertellen wat wij bedoelen met Web 3 en wat dat voor mogelijkheden biedt voor de journalistiek om daar geld mee te verdienen op een hele andere manier dan te doen gebruiken. Toen Barack Obama in januari aantrad als president van de Verenigde Staten, werd de website van het Witte Huis binnen 1 minuut vervangen. En de essentie lag niet in die 1 minuut, maar in het feit dat er achter de schermen gebruik wordt gemaakt van het semantisch web, het nieuwe web, het web 3,
Web 2.0 voor mijn Web 3. Veel federale sites in de VS, en met name waar de recovery programma's zijn te vinden, zijn vanaf dat moment Web 3. En alle lagere overheden zijn verplicht zich op Web 3 aan te sluiten. Geen Web 3, geen recovery funds. En zo heeft iedere burger, dus journalist, onderzoeker, die in de toekomst de bouwkosten van een nieuwe brug in Alaska wil vergelijken met een soortgelijk project in Florida, in Web 3 genoeg aan één knop. Eén druk op de knop. En omdat veel Amerikaanse media voor Web 3 hun archief hebben opengesteld, kan de journalistieke doopsil van bij eerdere aanbestedingen betrokken bouwondernemers en politici worden gelicht met één druk op diezelfde knop. Web 3 is een technische, strategische en praktische revolutie zonder precedent voor een Amerikaanse regering, maar ook hier in Nederland. Begrotingen, openbare aanbestedingen worden transparant, controleerbaar en vergelijkbaar gemaakt. En het allermooiste is, het is er al en het werkt. Web 3 is een enorm feiten- en wondercomplex. Het verbindt hoogwaardige informatie op onvoorspelbare wijze. Het verbindt DBpedia met Eurostat, Flickr, Geonames, PubMed met de Gini Ontology, de BBC met de New York Times. Ondersteund door de organisatie die XML en HTML heeft ontwikkeld, door de uitvinder van het internet, himself, Mr. Tim Berners-Lee. Barack Obama ging duidelijk niet over één nacht ijs. Gaat bij journalistiek geautoriseerde, geselecteerde informatie. Dat is het wezen van de krant en de omgeving van de krant waarin dat aangeboden wordt. Er zit een heel element in waar ik vanavond niemand over heb gehoord. Dat is de serenaliteit van de krant. Je krijgt een aanbod van heel veel informatie. Sommige dingen wil je wel doen, andere dingen wil je niet. Zodra je je op het net begeeft, dan kies je voor één informatiebron. Je hebt niet de omgeving waarin dat geplaatst is en die je in deze krant maakt. Maar dat even terzijde. Ik denk dus dat Wikipedia, gebaseerd op het gemiddelde beoordelingsvermogen en stemmen van de deelnemers eraan, geen goede journalistiek opleveren. Mag ik daar wat over zeggen? Nou is het aardig, hè? Want die facts zijn heel erg belangrijk in de journalistiek. Checken, doorchecken. Ik ben zelf geen journalist, ik ben wel een mediafiel, dus ik weet ongeveer hoe dat werkt. Maar waarom is dat nou een probleem? Waarom is dat nou geen uitdaging? Waarom is er nou niet een journalist die opstaat en zegt, ik ga een fact-checkingsbureau beginnen, die alle internetcontent die ook maar enigszins ter zake doet, te checken op de feitelijke juistheid, op de volledigheid van de weergegeven feiten. Daar kan je een business van maken. En dat is de boodschap die ik wil meegeven. Juist het probleem van die ongebreidelde feitenweergave, of geen feitenweergave op internet, zou juist een aanzet moeten zijn tot het ontwikkelen van nieuwe business, juist door journalisten. Want die zijn er voor om feiten te checken, dus die kunnen dat als geen ander. Ik ben Lotte Spa, Rob van Wegener. Ik ga over de redactionele ontwikkeling van de dag laten. Datgene wat jij zegt, is eigenlijk hetgeen wat journalisten doen. Hè, wat ze ja. doen. Het voorbeeld wat jij noemt, vind ik volledig onbegrijpelijk. Als jij zegt van ik wil een bouwkosten van een brug in Alaska vergelijken met een brug ergens anders. Alsof zeg maar, datgene wat je zou kunnen vinden, ook op die overheidssites, werkelijk betrouwbare informatie is. Je weet niet hoe ze rekenen in de belasting. Als ik hier in Amsterdam aan 5 mensen vraag hoeveel de bouwkosten zijn van de Noord-Zuidlijn, krijg ik 5 verschillende antwoorden met enorme verschillen. Dus ik krijg dan een bedrag en moet ik dan vergelijken met de bouwkosten in Keulen en dan begin ik dat. Dan heb ik gewoon iets wat volgens mij niet klopt. Daarvoor heb ik een organisatie voor nodig. Noem het maar. Hoe zou ik het nu aanpakken? Om die 800 miljoen ik vraag de redactie om eens te kijken hoe het zit. En niet om iets in te tikken in Google of waar dan ook en dan binnen 3 seconden iets terug te krijgen. Dan heeft u die anderhalf uur nodig en dan kom ik graag een keer bij wat dan we dan een voorbeeld. Een ander voorbeeld. Ja. Even om Raymond te helpen. Kijk, wat ons aanspreekt in dit verhaal is natuurlijk dat je dus zegt. Journalisten moeten hun werk doen en die moeten gewoon doen waar ze goed in zijn. Fact-checking is, goede verhalen schrijven, mooie foto's maken. Ja,
Nou, en het, moment, het probleem is nu, wat er nu gebeurt met dat werk op internet, is dat eigenlijk onbegonnen werk is. Want je doet het en dan wordt het niet voor betaald. Wet 3.0 zou een mogelijkheid kunnen bieden, en nogmaals, het is een aanzet op, waarmee je dus die, zeg maar, loon naar werken krijgt. Dat is, hetgeen wat ons aanspreekt. En dat betekent niet dat uitgevers er dus uitvallen. Nee, uitgevers, nieuwe uitgevers kunnen nieuwe exploitanten worden van dat werk. En natuurlijk is het ingewikkeld, maar je ziet dat het publieke omroep een beetje begonnen is. Met uitzending gemist, iedereen neemt dat over. YouTube doet het ook. Alleen iedereen zegt, goh, wat is dat gek dat YouTube dat allemaal maar gratis aanbiedt. En dat ze verlies leiden. Ja, waarom leiden ze verlies? Dat doen ze wel overwogen, omdat ze weten dat er straks inderdaad zo'n methode kan worden gehanteerd waarmee wel dat geld binnenkomt met het materiaal wat zij leveren. Dat is de gedachte. Esther? Ja, we zijn als trouw sinds januari bezig met bedrijf Cosmos om content voor te laten betalen door professionele organisaties die het gebruiken. En dat levert hele verrassende resultaten. Want dat levert eigenlijk een nieuwe markt. Ja, nou, dat is precies wat ik bedoel. De vraag is: wat moet de overheid? En wat moet de overheid hier nu? Nou, wat volgens mij ontbreekt, maar Raymond kan aanvullen. Wat volgens mij ontbreekt, is dus die methode om het goed te achterhalen. Dus het is, en dat is in feite dat denkende perspectief. Dus dat draadje wat er tussen jouw journalistieke werk zit en uiteindelijk waar het gebruikt wordt, dat altijd traceerbaar is. Met bij de rechtbank dat een van de rechters op het ministerie van Justitie aantoonbaar onze informatie gebruikt voor een andere zaak. Sinds die tijd krijgen wij van de overheid bijna 400.000 euro per jaar, zodat de RVD ongelimiteerd kan kopiëren. Daar kan die 8 miljoen natuurlijk ook naartoe betalen. Voor en dan wil ik eigenlijk even, daar ging mijn punt over volgens mij, want het is ik vind het wel beperkend om het idee van Web 3.0 op zijn, laten we zeggen, praktische toepasbaarheid in af te schieten. Want dat komt wel. Ja. En het interessante van Web 3.0, mag ik doorgaan? Ja. Oh ja. Oh, dan praat ik er even op. Ja. Nou, wil je me dan zo het woord nog even geven? Ja, dat was de bedoeling. Maar maak je zin. Nee, ik durf het niet meer. Ja, mag ik daar nog wat over gaan? Panellid, volgens mij was u dat, meneer De Groot. U zei net, de krant biedt informatie aan en doet het dan in een context. En dan is een krant en ook een bepaald aanzien. En mensen kopen dat ook. Ze kopen ook de omgeving van de informatie, zodat ze weten dat het betrouwbaar is. Maar ik denk, als ik het goed heb begrepen met Web 3.0, die informatie uit de krant verandert niet. Het blijft net zo betrouwbaar. Alleen je past het toe in een veel kleinere schaal, veel persoonlijker. En dat is de toegevoegde waarde voor het personeel. En ook in de reactie op die manier daar. U vroeg net, dan meet ik dus per blok wat er is, welke restaurantjes, welke huisarts te koop zijn, wat mijn huiswaard is, wanneer het vuilnis wordt opgehaald. Wat heb ik dan? Dan heeft u dus betrouwbare informatie aangepast op uw persoonlijk profiel. En de kranten hebben het zwaar, de tijdschriften schieten als paddenstoelen uit de grond. Het grote verschil daartussen is, denk ik, dat tijdschriften gericht zijn op identiteit en dagbladen gericht zijn op een visie, op een groep mensen, op een vereniging. Zo zijn ze ontstaan. Ik denk dat die verandering, als die teweeg gebracht kan worden, dat heel wat kan doen voor de toekomst. En de artikelen, en de opinies, en de columnisten, en de zus, en zo. En daarmee denk ik dat je de krant tekort doet als je alleen maar denkt, dus op de krant, dat de bioscoop overzicht het niet hebben, dan wel om te kunnen nagaan in hoeverre de brug in Alaska aanzienlijk duurder was dan die in Tietje Israël.
Jij mag er nog wat over zeggen. Nee, ik wilde reageren op web 3.0. Ja. Want ik wilde eigenlijk verpleiten dat we het als gegeven maar gewoon eens accepteren dat het komt. En dat we eigenlijk allemaal zoals we hier zitten, misschien, ik praat voor mezelf, maar ik weet gewoon niet wat het inhoudt. Ik wil weten wat het doet en wat het kan. Ik hoor verhalen erover dat er, en dat was mijn punt als bijdrage in de discussie, dat het één probleem zou kunnen oplossen, namelijk dat de bron te identificeren is van wat je ophaalt. En dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn om bronheffing te gaan realiseren op authentiek gecreëerde journalistieke waarden. Het is bijzonder als je liedjeszanger bent in Brabant en je plaat wordt gedraaid in een cafetaria, dan krijg je daar via Buma Stemra iets voor terug. Ook al is het een slechte plaat, krijg je toch geld. Als je vieze soepverpakking maakt en je bent ontwerper en je maakt een lelijke soepverpakking, krijg je een bepaalde royalty voor. Als je een nare film maakt en dat ding wordt illegaal gekopieerd, dan wordt iemand anders gestraft, maar je krijgt er geld voor. Maak je een ordinair televisieprogramma, dan krijg je daar een bepaalde rechten voor. Met andere woorden, het interessante van deze sector is dat ik vind, het is een scheppende industrie, het is een kwaliteitsindustrie, en of dat nou een vieze kwaliteit of een goede kwaliteit is, dat vind ik al niet zo relevant, maar het is een scheppende industrie waarvan ik vind dat waar heel veel mensen iets van zichzelf realiseren. En in die zin denk ik dat een goede journalist een wezenlijke bijdrage levert aan wat wij in dit land willen. Of in de wereld misschien wel. Met andere woorden, in een scheppende industrie moet er een vorm gevonden worden. En ik vind dat daar de overheid de dialoog moet blijven aangaan met deze sector. Om te komen tot een vorm waarbij we met de nieuwe technieken en de bestaande middelen komen tot een definitie of een vorm van bronheffing. En daar is volgens mij vanuit allerlei sectoren al heel erg lang zijn we naar op zoek. En ik denk dat iets als web 3.0 en datgene wat ik had beloofd te zeggen ten aanzien van de bijdrage en de discussie naar de bronheffing, dat we misschien wel kunnen komen tot nieuwe vormen die uiteindelijk ook commerciële exploitaties beter kunnen regelen. Dan ben je eigenlijk al je bijdrage die je net wilde zeggen. Ja, maar ik dacht dat het heel relevant was, mevrouw Spoorlak. Bij 3.0 heb ik jou helemaal niet meer nodig. Dat ben ik mijn eigen uitgever. Hey, weet je, maar jij hebt mij toch niet nodig, behalve met een glas bier zo meteen. Nee, maar dat is natuurlijk de essentie van wat die meneer net vertelde: dat de journalist zijn eigen uitgever is geworden. Hij, zijn informatie, daar gaat het om. Het is de individualisering van de journalistiek en al die kranten die gebaseerd zijn uit naoorlogse verzet of op ideologie, daarom heb je fucking. Nou ja, dan heb je straks een nest vol ZZP'ers die ik met een Rolodex bind aan een titel die een duidelijke oriëntatie heeft in de markt en waar mensen handel van jou in willen lezen. Punt. Ja, maar dan hebben we jou echt niet voor nodig. Nee joh, maar dan is mijn opvolger. Maar die is dat niet. Jawel. Volgens mij, ik bedoel, ik kan wel heel makkelijk begrijpen als ik denk aan het model van de buienrader. De buienrader maakt ook gebruik van andere informatie en heeft er een enorm verdienmodel van gemaakt. En als wij nu inderdaad een opzetting vinden dat van de buienrader maakt die kaart net zelf, die gebruikt gewoon bestaande informatie en die focussen. En als we inderdaad een verdienmodel kunnen maken met dat model waarbij ons werk, dat we dat niet gratis weggeven, maar dat in ieder geval het gebruik wordt, dat we daar geld voor krijgen, dan zijn we al hoop uit de zorgen. Want nu hebben we lezers en we hebben adverteerders die betalen ons. Alleen op de websites hebben we alleen adverteerders en ons bezoeken die daar niet. Maar via Web 3.0 kan het wel. Maar er zijn wel, in nu.nl zit daar, die jongen die moet je anders even het woord geven. Die verdienen geld gewoon met nieuws. Het is gewoon niet waar. Nu.nl haalt een heleboel van mij weg. En dan betalen ze helemaal niks voor. En ook bij Els Wiesup, maar dan spreken we af dat nog even mag. Ja, maak wel winst. En als dat kan. Nee, maar weet je, ze maken wel winst, maar ze hebben hele lage kosten omdat ze geen scheppende. Jij zei er straks iets. Het had te maken met het geld geven. Mag ja, ik heb een heel concreet voorstel van een commissie. Nogmaals, met veel vertrouwen in uitgevers die behalve de zoek haaien, zakkenvullers, grootverdieners,
en ongeveer al het andere wat je maar aan de theologisch kan bedenken in zich hebben. Barabbas die was uitgever. Maar ik denk dat uitgevers toch groot belang hechten aan het nogmaals verder brengen van wat het wezenlijke van de krant is. En dat anno 2009 natuurlijk op vele manieren geëxerceerd kan worden. En kijk naar het team oplossing van Piet Bakker voor kranten in de komende jaren. En ongetwijfeld zitten daar, laten we zeggen, die elementen bij die wij straks over vijf jaar zeggen, ja, maar daar zat natuurlijk de truc in. Dat zal altijd gebeuren op die plekken waar niemand dat vermoedt. Web 3 heeft ook weer het karakter van een groots plan. Ik zie het hier altijd met genoegen, Pedro Brecht en Courtois. Mag nog een plan, zijn voor een golfvlieg, mag nog een zwaaien. Iedereen noemt zich Biden niet. Ik denk dat het daarom zo van dat alle grote... Dat had je eigenlijk moeten zien als je Courtois had. Ja, maar ik ben heel slecht wist wat dat zegt. Ik denk nogmaals dat het toch de beste manier is om te kijken daar waar je met die tijdelijke steun van de overheid datgene wat de krant maakt en dat inderdaad niet voldoende hoeft te zijn aan het papier, dat dat op een goede manier wordt verder was. En dan denk ik, maar misschien ligt dit Horatio pro domo, dat de docenten dan het beste van de zijn van die uitgevers. Die uit belang van de continuïteit. Ik constateer dat er in elk geval in de zaal, maar ook hier aan tafel, vraagtekens zijn of het geld dat eventueel van de overheid richting de journalistiek zou komen, of dat in. Of je dat inderdaad aan de uitgever moet geven, of die het grote belang heeft. Er zijn twijfels over. Er is zorg over. Er is zorg over oneigenlijke concurrentie. Dus concurrentie met het effect van de reclamewerkelijke omroep, bijvoorbeeld. Verder is niemand het eens met iemand. Valt mij op, zelfs niet over nut en noodzaak van overheidssteun en hoe dat dan moet worden gegeven. Of dat generiek moet zijn. Of individueel. Het enige waar toch de oogjes hier en daar wat van gingen twinkelen, was toch het pleidooi in elk geval voor een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een vorm van bronheffing. En dat lijkt mij in elk geval ja, een onderzoek dat duurt natuurlijk heel lang en zo. Maar dat zou in elk geval betekenen dat het de journalistiek, de journalisten ten goede zou komen. Nou ga ik naar iemand van de commissie. Ik denk dat ik ga naar de meneer die de hele avond heeft getwitterd, dus die heeft het al goed kunnen volgen. Om te kijken wat hij... Om te kijken wat je allemaal zo hebt getwitterd over deze avond. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te citeren wat achter de tafel gezegd is. Maar ik ben hier en daar ook door andere mensen in de zaal gecorrigeerd op dat vlak. Dus dat zie je ook de kracht van Twitter, dat zichzelf weer in rijn brengt. Ja. En wat zijn nu uiteindelijk conclusies? Nou, één conclusie denk ik die we allemaal wil hebben. Met welk advies we komen, we gaan tenminste één persoon daarmee plezieren. Maar misschien niet veel meer dan dat. En wanneer komt dat advies? Nou, het advies is de opdracht is in twee gehad. Het eerste deel van de opdracht gaat over een besteding, of in ieder geval het creëren van criteria voor een juiste besteding van die 8 miljoen. En het tweede deel gaat wat verder, dat kijkt nog verder de toekomst in en zou een beschrijving moeten opleveren van een media speelt dat toekomstbestendig is. En dan met name ook de rol van de overheid daar binnen. Nou, we proberen die opdracht inderdaad in twee delen te volbrengen. Dus het eerste deel naar het tweede deel. Dat is vaak zo. Dat begrijp ik niet. Hoe zit dat dan? Dat is hetzelfde als dat je dan in titels... Leg het even uit.
Ja. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. Kijk, de journalistiek bestaat uit journalisten. Ja. Dus, dus in de journalisten, toch? De journalistiek staat in de journalisten. Nou, waar het om gaat, ik probeer serieus even te antwoorden, is dat we de journalistiek een warm hart toedragen, omdat we denken dat de journalistiek een belangrijke rol kan blijven spelen in de maatschappij zoals we hem kennen. En ja, goede journalisten zullen die journalistiek moeten invullen. Als je verder nog in discussie wil, als je dat verder nog wil zeggen, dan kun je dat direct doen, want het is tijd voor de borrel, zou ik zeggen. De discussie is nu afgelopen. Het is werkelijk ongelooflijk wat we hier vanavond gezien hebben. Er is dus een meneer van de overheid, ene meneer Eelco Brinkman, die heeft een pot van 8 miljoen. En iedereen danst om die pot heen om geld te kunnen graaien uit die pot van 8 miljoen van Brinkman. De meest idiote ideeën worden gelanceerd om maar die miljoenen van Brinkman te kunnen pakken. Waarbij natuurlijk het idee dat die Brinkman, dat het zelf een totaal gecorrumpeerde machtsbelusteling is, die als machtigste man van Nederland is verkozen, die gewoon als commissaris van een zorginstelling voor tientallen miljoenen meegewerkt heeft aan fraudes, die de media bewerkt om Edwin de Roy van Zuiderwijn kapot te maken. Zo'n man staat dus aan het hoofd van een fonds. Ja, het is gewoon een grote horrorstory eigenlijk. Die dus 8 miljoen mag uitdelen om de media te helpen. Nou, er werd ook al gezegd, net een absurd voorbeeld van een brug in Alaska. Er kwam iemand mee, hè, dat je dus zo handig zou zijn om een site te hebben waarmee je dus precies kon bekijken wat overheden besteden aan infrastructuur. Moet je voorstellen dat Brinkman, die dus zwaar in de bouwfraude zat bijvoorbeeld, hè, dat zo'n Brinkman dan gaat zeggen van nou, daar ga ik geld aan geven. Hè, aan een initiatief wat nou eens goed in die bouwwereld gaat duiken. Hè, die nou eens goed die dingen gaat onthullen die met die bouwwereld te maken hebben. Dat is natuurlijk de waanzin ten top. Maar goed, daar binnen zijn ze nog aan het borrelen. Misschien dat we er even heen lopen om te kijken. Maar dit is een beetje wat we vanavond hebben gezien hier. Boertjes van de Volkskrant. Wij zijn opname aan het maken voor vanavond voor Kokkeland Online. Dat is gewoon lachen. Maar meneer Boertjes, meneer stopt nou eindelijk eens op bij de Volkskrant. Dat er zo lange geruchten eronder wanneer u weggaat. Geruchten, je ziet geruchten, hebben geen feit gevonden. Maar u blijft nog heel lang hoofdredacteur? Heel lang hoofdredacteur. Het bevalt me heel goed en de redactie ook. En jou ook volgens mij, want je leest de Volkskrant altijd met veel plezier. Nou, ik heb een andere vraag. Vindt u niet raar dat Eelco Brinkman, voorzitter van de commissie, zowel in. Dat uw krant als machtigste man van Nederland is bestemd. Dat is toch bizar? Wie bedenkt het om de machtigste man van Nederland? Ja. De voorzitter maakt van een commissie die dit met media moet gaan. Ik heb het niet gedacht, maar ik vind het zo. Hij is een hele capabele man. Minister van Cultuur geweest, heeft verstand van zaken. Maar je zegt capabel, maar mag even. Net kwam er een voorbeeld gespaard van een brug in Alaska. Weet je dat nog? Dat in de discussie. Moet je even voorstellen dat Brinkman op zijn bureau, als voorzitter van Bouwend Nederland, een voorstel. Ik heb een journalist die gaat zeggen van nou, we gaan eens even lekker uitzoeken hoe dat zit met die bouw in de gemeentes. Denkt u dat hij dat zal zeggen? Nou, dat ga ik subsidiëren. Jij stelt meteen de identiteit van mensen ter discussie. Dat is volgens mij nog lang niet zo ver. Er zijn helemaal geen bewijzen dat die Brinkman met de verkeerde handen de verkeerde potjes heeft gezeten. Maar uw krant heeft geschreven dat hij dus mede heeft gezorgd dat Edwin de Roy van Zuiderwijn eigenlijk op oneigenlijke wijze. Is er iemand die daar een veel belangrijke rol in heeft gespeeld? Dat is mijn vriend Prins Bernhard. Ja, daar hebben we het even niet over. U bent de zoon van Bernhard, hè? Ze heeft dus zichzelf persoon. Nee, maar is het zo raar als ik dan die opmerking maak over die belangenverstrengelingen van Brinkman, dat niemand dat blijkbaar begrijpt? Iedereen gaat er maar van uit dat het goed komt, dat die integer is. Ja, dat ga ik vanuit. Ja. Oké, okay. Hartelijk dank, meneer Boertjes. Tot ziens. Succes. En het bizarre is dus dat als je dus hebt over belangenverstrengelingen van Brinkman, niemand begrijpt. Ja, misschien kun je het niet vragen. Als je het hebt over Eelco Brinkman, hè, met belangenverstrengelingen, wie bedenkt zoiets? Dat de machtigste man van Nederland aan het hoofd staat van een fonds wat de media moet redden. Dat lijkt wel een horrorstory. Dat lijkt Kafka wel. Ja, u zegt het. Goed, maar hoe ziet u dat? Denkt u dat Brinkman. Let maar iets te sprake over een brug in Alaska, dat je dat gehoord hebt. Moet je voorstellen dat Brinkman dus initiatief gaat financieren? Wat nou is
eens zeggen, nou, ga eens lekker even die bouwwereld even lekker onthullen. Maar het kwam wel te sprake met nog weer vanavond. Ja, als voorbeeld. Ja. Als voorbeeld. Ja. Maar het is toch raar dat zo'n brink, want daar zit, wel die belangrijke strengelingen. Ja. Had iemand anders moeten zitten, was dat beter geweest? Nou, ik denk niet dat dat zo belangrijk is. Kijk, hij durft het gewoon niet te zeggen, want misschien moet zijn krant ook wel geld. Nee, want hij moet ook geld krijgen van Brinkman. Ik krijg geld van Brinkman, ja. Zak. Dus hij wordt gekocht door Brinkman. Kijk, ja. Zo zien we de media werken. Ja. Door de gecorrumpeerdheid van Brinkman, ja, ligt de media nu al aan de ketting. Ja, precies, ik lig aan de ketting. Nu al. Geef toe. Bij Nederland aan de ketting. Van Brinkman. En zijn commissie. Ja. Zo is het. Een scoop. Die is leuk.